dat Nederland, hè, dat is een beetje een halfzacht landje aan het worden. Ja, heb je dat gelezen? Van die agenten, die politieagenten. Ja, die mogen dan tegenwoordig ook morele bezwaren hebben dan. He, als ze bijvoorbeeld een synagoge of een moskee moeten bewaken of zo, dat willen ze dan niet. Of ze willen niet naar de opening Holocaust museum, daar hebben ze dan geen, daar voelen ze zich niet happy bij. Of ze willen niet naar een boerenprotest. Maar, he, want ja, we zijn het eens met de boeren, dus daar heb ik moreel bezwaar tegen. He, of zeg maar dat de klimaatkneuzen weer op een snelweg zitten. En dat wordt allemaal bij de politie, wordt dat tegenwoordig goed gevonden. Ja, je mag gewoon moreel bezwaar hebben en dan word je anders ingeroosterd. Ja, dat hoeft niet. Ik bedoel, waar zijn die stoere, harde professionals van vroeger? Waar zijn die? Die gewoon zeiden van, het maakt niet uit. Ik ga daar gewoon als politieagent, ik ga daar staan. En ik ben daar voor de veiligheid en om de burgers te beschermen. Dat werk. Waar zijn die gasten? Die zijn er kennelijk niet meer. Nee. Omdat we alles maar goed vinden. Straks krijgen we voetballers die zeggen van, ja, nee, ik speel liever niet tegen Feyenoord in de Kuip. Oh, nee, maar dan stellen we je niet op, hoor. Nee, dat morele bezwaar, dat begrijpen wij wel. Of een dokter die zegt, ja, maar ik ga die en die patiënt, die wil ik niet behandelen. Ja, want daar heb ik ook moeilijkheden mee. Houd toch op allemaal. Wat is dit voor een slap Janusse gedoe allemaal? Als we dit toch allemaal gaan toestaan, vrienden, dan kunnen we Nederland net zo goed nu al bij de vuilnisbak zetten.